Een aantal jaren geleden, inmiddels alweer, dat wij de ontwerpopdracht kregen voor dit Upcycle Center. Heel bijzonder project, omdat het een project is waarbij het upcyclen echt centraal stond. Dus niet alleen maar een gebouw wat functioneel is, maar wat ook een verhaal vertelt. En dat was ook de uitdaging met dit gebouw. We gaan natuurlijk materialen hergebruiken, maar hoe zorgen we ervoor dat het wel een modern en eigentijds gebouw is? Een jaar of vier geleden zijn we begonnen met de gedachte over een nieuwe recycle-perron. En gaandeweg zijn we gaan nadenken hoe kan je beter met grondstoffen omgaan op een recycle-perron als dat we nu doen. Het valt mij op dat we in heel Nederland, als het gaat over circulaire economie, heel veel daarover aan het praten zijn. Maar wat we vandaag doen, en dat past ook wel bij Almere, is wij gaan gewoon aan de slag. We gaan een paal in de grond slaan om te laten zien dat wij het verschil willen maken op het gebied van circulaire economie. Op deze recyclingslocatie recyclen wij beton voor de betonindustrie. Hier achter je zie je de stappen die het beton doorloopt. Op deze manier is ook het beton gerecycled uit de gemeente Almere. Bij de sloop van de steiger 113 is het puin wat daar vrij is gekomen is gebroken. Op deze locatie is het gezeefd en met de ADR bewerkt. En het bewerkte materiaal is vervolgens teruggegaan naar de betoncentrale. Alwaar het is verwerkt in nieuw beton voor een nieuwe upcycleperron, wat nu wordt gerealiseerd in de gemeente Almere. Uitgangspunt bij het Upcycle Center was dat het gebouw ook volledig demontabel is. Daarmee voldoet het eigenlijk ook volledig aan de nieuwste gedachten, zeg maar, ten aanzien van circulair bouwen. In feite is alles geschroefd, gemonteerd in dit gebouw. Dus alle materialen kunnen in de toekomst ook weer hergebruikt worden. Daarbij, de materiaalkeuze hebben we ook laten afhangen door materialen die beschikbaar zijn door gebouwen die hier in Almere en omgeving gesloopt zijn. Het verhaal van de constructie van het dak is zover dat 26 ton hergebruikt staal is verwerkt in het dak. Dat is ongeveer te vergelijken met 7 volwassen olifanten qua gewicht. Er zijn verschillende kleuren gegeven om aan te geven wat de staal is. De staal wat gebruikt is, is onder andere uit het zwembad, oude zwembad van Almere en het gebouw wat hier stond. Het voordeel van dit perron is dat we onder de perron dus heel veel ruimte hebben om in te delen. Heel veel opslagruimte ook. Dus we kunnen hem gebruiken zoals we willen, zeg maar. De locatie is een hele bijzondere, want eigenlijk is het op een industrieterrein. Maar het grenst aan het terrein waar in 2022 de Floriade plaats gaat vinden. En eigenlijk hebben we het een beetje benaderd als zijnde het eerste paviljoen wat hier eigenlijk grenzend aan dat Floriade terrein gerealiseerd wordt. Dus het gebouw heeft ook een beetje de vormgeving van een paviljoen. Een groot dak waaronder alle functies zich afspelen. Wat gaan wij hier nou doen? We hebben hier een ruimte waar inwoners overdekt hun spullen kunnen komen brengen. Deze grondstoffen proberen we zo goed mogelijk na te scheiden en hier ter plekke, door middel van 3 werkruimtes eronder en de omgeving van de steiger, om daar nieuwe producten van te maken. Ik vind het altijd wel belangrijk dat het gebouw een verhaal vertelt. En als architect heb je daar vele verschillende middelen voor. Ik gebruik heel veel het middel ook van hergebruik van materialen en daar een creatieve functie aan geven. Bijvoorbeeld het scherm rondom het perron, waarin sloophout wordt gebruikt. Daarin zit niet alleen sloophout, maar zit bijvoorbeeld ook een leuning van de gemeentewerf die hier ooit heeft gestaan. De poorten hier die zijn bekleed met fietsvelgen. De routing naar de poort toe is voorzien van autobanden die in de vloer zijn opgenomen. Op het dak zijn zonnepanelen toegepast. Die zorgen voor de energieopwekking voor dit hele gebouw. Dus het hele gebouw is ook energie-neutraal.
En ook het hemelwater wordt opgevangen en daarmee worden de toiletten doorgespoeld en dan wordt ook het terrein buiten wordt daarmee schoongespoeld. En de combinatie van al die elementen, dat die ertoe geleid hebben dat dit project zo gerealiseerd is, denk ik iets waar we met z'n allen heel trots op mogen zijn. Dit is een heel bijzonder moment. En waarom is het zo bijzonder? Omdat we met dit upcycled perron doen we iets dat in Nederland uniek is. 3, 2, 1.